Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met True Crimes. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan waarschijnlijk vandaag... we gaan dus vandaag waarschijnlijk door naar het volgende eiland. Want ik vind dat daar nu wel tijd voor worden, want volgens mij hebben we nu alle portals gesloopt die we kunnen slopen. Thanks for the money. Dus ik denk dat het gewoon beter is om gewoon weer naar het volgende eiland toe te gaan. Waar we dus ook weer dingen kunnen halen. En we hebben natuurlijk ook gewoon de gems... Die hebben natuurlijk in dat kistje zitten, dus die kunnen ook überhaupt altijd nog wel even terughalen, mocht het nodig zijn. En mocht ze hier nog een keer terugkomen, dan is het altijd verstandig. Maar ja, zoals te zien begint het ook al herfst te worden, vanwege dat de bomen een beetje bruinachtig te beginnen worden. Dus het wat even geld verzamelen. Alle beetjes die ik kan verzamelen is altijd goed. Ik ga niet naar de linkerkant helemaal. Daar kunnen ze misschien ook behoorlijk wat geld krijgen. Maar ik ga hier wel naar het kasteel toe, want hier zijn natuurlijk ook gewoon van die speermannen. Ja, we kunnen dus ook een keer van die ijzeren upgrades halen. Maar ik weet niet precies waar dat kan. Misschien... ik heb dan... kaart gaan kijken. Ja, we hebben nog sowieso iets van 2 eilanden. Ik dacht eerst dat we heel veel op de 4e eiland zitten, maar we zitten gewoon nog op de 3e. Dat valt nog behoorlijk mee. Maar dat tezijde, het gaat wel redelijk. Even zien, deze speelman hebben van die visjes gevangen, dat is wel heel fijn. Alle coins kan ik natuurlijk gebruiken. Heb ik sowieso 6 deeltjes vissen, als ik het goed heb. Ja, sowieso. Zo. Oh, hier zijn ook nog allemaal coins. Ja, aan de rechterkant, daar hoeven we natuurlijk geen zorgen meer te maken over enemies. Het is alleen al maar aan de linkerkant vanwege die cliff portal. Wel hard gesloopt volgens mij. Als ik het goed heb. Oh, heb jij nu wel allemaal wat? Nee. Ik denk dat we al bijna genoeg moeten hebben. Dat zal wel chill zijn. Maar ja, we gaan natuurlijk nog niet gelijk van dit eiland af. We moeten ook gewoon nog heel wat geld meenemen naar het volgende eiland. Nou, dat is al een goed begin. We zitten al op dag 29. Als ik het goed heb. Oh ja, dit ding is bijna af. De boot. 3 onderdeeltjes nog.
Zo, dan gaan we over onze mannetjes in. Zullen we die ook niet vergeten? Het zal natuurlijk nog wel even duren voordat die arts komen. En zullen die hermits dan ook komen, denk ik? Als ik het goed heb. Ah, hun komen ook gelijk. Mooi. Kijk, denk ik die hermit dan wel als laatste nog even mee moet nemen. Want die bakkerij die kan ik heel goed gebruiken op het eiland. Gewoon nog een keer een belletje rinkelen. Super chill. Oké, is er nog een beetje geld dat ik nog mee kan nemen? Ja, dit is wel genoeg. Dan heb ik dus een bakkerij, manneke met. En dan gaan we door naar het volgende eiland. Oké. Oh, die andere hermit komt ook. Ah, oké. Dus die komen gewoon vanzelf wanneer je dus naar het volgende eiland toe gaat. Weet je wat, apart, want ik kwam van de rechterkant, terwijl die hermit aan de linkerkant zat. Heel logisch dus. Oké, nu hebben we dus de optie om naar dit eiland toe te gaan. Laten we dat doen. Het is best wel een groot eiland, volgens mij. Als ik het zo zie. Nou, dan drop ik gelijk al een coin. Fijn. Oké, dan moet ik gelijk ook eventjes die bomen fixen. Oh, hier is al een kampje, dat is nog best wel redelijk dichtbij. En dan kan ik natuurlijk ook gelijk een beetje gaan exploren. Oké, hier is een portal. Oeh, wat is dit? Ik denk dat dit een ijzerding is.
Dat zal wel iets moeten zijn. Ja. Dus we hebben nu ook de mogelijkheid om ijzeren muren te maken en alles. Dat is super chill. Oeh, gems. Even kijken. Moet ik ook even hier blijven staan, zodat het monstertje die dan de eerste nacht komt, dat hij dan niet gelijk mijn dingen meeneemt. Misschien ik heb 4 herten bij me. Dus zodra we ze tegenkomen, gooi ik wat coins neer en dan is het prima. Oh ja, daar heb je ze. Nou, dan neemt hij ook maar een gem mee. Prima. Oh ja, hier was het kampje. Oh, is hier de cliff portal? Ja. Zo kan ik alleen nog even aan de linkerkant toe kijken. Dus laten we dat even doen. Wel super chill dat we nou dat ijzeren technologie hebben. Hier is dus de boot, dus is ook nog wel redelijk dichtbij. Nee, de gem is van mij. Oké. Daar is ook weer iets van een hermit. Maar daar kom ik niet voor. Oeh, gems. Hier kun je een beer halen volgens mij. Oei, extra goud. Volgens mij zijn er niet aan de linkerkant heel veel portals, als ik het zo zie. Ligt aan mij. Oh ja, het ligt aan mij. Kijk, ik ga gewoon langs dit portal. En ik moet gewoon even zien wat hier is. Nog een portal. Nog een gemkist. Nog een portal. Die moet ik eigenlijk ook allemaal gaan slopen, hè. Wat de hel is dit dan alweer? Ik heb geen idee. De hel?
Oh, is dat een nieuwe mand? Die neem ik. Oh, hier is de... ding. Oh, chill. Shit. Shit. Waarom nu al bloedmaan? Ah, kutzooi. Nou, dan gaat mijn kroontje. Rip. Maar waarom duurt al het bloedbaan? Waarom is de dag nog zoveel? Rip. Dus kan ik zeker duren. Wow, what the fuck? Waar ben ik nou weer? Welk eiland zit ik? Eerste eiland. Waarom ben ik dan weer hier? Oké, ik snap er dus niet veel van. Maar dat maakt het in principe niet heel wat uit. Maar ik ga nu deze aflevering dus weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like aan de vijf kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.